Vandaag gaan we het hebben over hoe dat je een hond moet begroeten. Er zijn veel honden die veel kunnen hebben van mensen. Anderzijds zijn er ook nog honden die nogal angstig zijn naar vreemden toe. En we zijn er allemaal bij gebaat om op de correcte manier honden te begroeten om zoveel mogelijk bijtincidenten te voorkomen. Dit is ook zeer belangrijk voor kinderen. Ik ga het op het einde van het filmpje specifiek hebben over hoe dat kinderen het beste een hond begroeten. Om te weten hoe dat we honden moeten begroeten, kunnen we kijken naar de natuurlijke interactie tussen twee honden samen. Honden gaan nooit recht op elkaar aflopen, tenzij dat ze sociaal minder aangepast zijn. Dus wat honden normaal gezien doen, is op afstand al een aantal kalmerende signalen uitzenden. Een beetje wegkijken, zachte ogen, dat soort dingen. En dan gaan zij naar elkaar toe, maar ze gaan dat doen in een subtiele boog. Meestal gaan ze dan van achter ruiken en dan gaan ze aan de mondhoeken ruiken. Meestal is dat een moment waarop dat ze allebei stilstaan. En als dat allemaal goed gaat, dan beginnen ze over het algemeen te spelen. Wij mensen, als wij elkaar begroeten, wij kijken elkaar recht in de ogen. Wij gaan recht op elkaar af en geven een hand of een knuffel. Dit is iets wat voor honden enorm, enorm bedreigend lijkt. Dat is ook een van de redenen waarom dat honden bijvoorbeeld regelmatig tussen koppels gaan staan die elkaar willen knuffelen. Dat is eigenlijk een manier om de bedreigende situatie te ontwrichten. Dus hoe kan je dat nu toepassen als mens? Als mens raad ik aan om niet recht naar de hond te kijken, alstublieft niet recht in zijn ogen. En als je dat doet, niet voor een langere tijd, want dat valt onder fixeren voor zo'n hond. Dan ga je, als die al dichtbij is, ga je op je knieën of op je hurken zitten. Met je zijkant gericht naar de hond toe, niet met je voorkant gericht naar de hond toe. Je kijkt een beetje weg en je steekt je hand uit. Als de hond spontaan komt snuffelen, dan kan je hem strelen, liefst van onderaf, dus onderaan de kin en niet bovenop het hoofd. En afhankelijk van hoe dat hij reageert op jou, kan je je meer en meer permitteren natuurlijk. Maar dat is het belangrijkste, dat de hond op eigen initiatief komt snuffelen. Als dat niet het geval is, dan moet je hem ook gewoon laten zijn. Er bestaat een soort van bijtladder, waarin dat signalen zijn opgelijst die de mogelijkheid van een hond die zou kunnen bijten weergeeft. Daar ga ik het nog in de toekomst over hebben. En het allereerste puntje in die bijtladder is geen sociaal contact. Dus als een hond niet spontaan sociaal contact zoekt, laat hem dan met rust. Wat ook zeer belangrijk is, is dat je niet gaat vooroverleunen over de hond. Dat komt ook enorm bedreigend over. Vandaar dat ik ook altijd aanraad om op de hurken te gaan zitten. Want dan is het quasi onmogelijk om er echt over te gaan leunen, tenzij dat het een hele kleine hond is. Als het over kinderen gaat, dan raad ik altijd een 3-stappenplan aan. 1. Vraag het aan je ouder of dat je de hond mag gaan aaien. Op die manier voorkom je dat kinderen gewoon op honden gaan aflopen en zorgt het ervoor dat de ouder ook effectief aandachtig kan kijken hoe dat die interactie gaat. 2. Vraag het aan het baasje. Mag ik jouw hond aanraken? Het baasje kent de hond veel beter als dat een vreemde die kent. Dus zij weten ook of dat het risico inhoudt of niet. En 3, en dat is de belangrijkste, vraag het aan de hond. Dus op dezelfde manier als dat ik heb uitgelegd voor iedereen, laat het kind haar hand uitsteken en kijk of dat die hond zelf contact zoekt. Als dat niet het geval is, dan moet je die gewoon gerust laten. Als dat wel het geval is, dan mag het kindje onder begeleiding de hond strelen uiteraard. Zo, ik hoop dat jullie weer wat hebben bijgeleerd. Indien jullie meer van dit soort video's willen, kunnen jullie klikken op de abonneerknop. En als jullie nog vragen hebben, dan mag dat altijd gesteld worden in de reacties hieronder of via een bericht op Facebook. De links staan hieronder in de beschrijving en dan zie ik jullie volgende week.